Grote vreugde in Annen. Het dorp is als winnaar uit de bus gekomen van de verkiezing Het Leukste Dorp van Drenthe. De winnaar werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een live-uitzending van RTV Drenthe. Annen kreeg 9.000 van de in totaal 62.000 stemmen. Tweede werd Westerbork en op de derde plaats eindigde Ruinewold. In totaal deden 87 dorpen mee aan de verkiezing. Die werd georganiseerd door RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden. In onze provincie is de strijd om het leukste dorp van Groningen nog in volle gang. Op vrijdag 16 augustus wordt onze winnaar tijdens een live show van RTV Noord bekendgemaakt.